Het natuurpark Leeuwenhof in Drongen wordt erkend als volwaardig natuurgebied. Het gebied is gelegen aan de binnenring Drongen. Vlaams minister Joke Schouwvliegen geeft Natuurpunt subsidies om natuurreservaat te onderhouden en verbeteren. Er nestelen een tal van vogels, van tientallen soorten eenden tot reigers en aalscholvers. Er is maar twee keer per jaar een geleide wandeling, maar het gebied kan elke dag bezichtigd worden vanuit een uitkijktoren. Natuurpunt koos er ook voor om het gras aan de wanden kort te houden door een aantal schapen.